Welkom op het allerlijpste festival. Je hebt geen kaartje nodig, want je bent er al. Er is heel wat losgemaakt. Soms zijn we anoniem, soms Jeanette Ossebaak. Dit is de val van de kabal. Where we go one, we go all. Alles wat je hoort over de misbruik en het vermoorden van kinderen, daar is waar. En nog vele malen erger. Kinderen leveren veel meer op dan drugs. Wow. Veel meer. Heel veel mensen zeggen, ben je niet bang dat je vermoord wordt? En dan denk ik, nee, want weet je, de kabal is ongelooflijk voorspelbaar. Want we zijn echt fucked hier hoor, vergis je niet. Want... En ik ga niet zeggen van, Trump gaat het allemaal redden. Nee, zo werkt het niet. Nee, maar hij heeft wel een plan. Hij heeft wel een plan. Kans. Ja, als er hulp van de top was gehad, dan waren mensen als Joris Demmink hier nooit meer aan de top geweest. Exact. En die zitten hier nog steeds. Exact. Ik ben 12 jaar geleden begonnen met rappen over pedofielen in de overheid. En ze zitten nog steeds op een plusje stoel. Exact. Uiteindelijk zijn wij degene die blijven staan. Ging die koninklijke familie naar Italië, kwamen ze samen met andere koninklijke families. En dan kregen ze een drankje om jong te blijven. Oh. En toen zei zij, de mensen gaan pas praten op een sterfbed als je dit hebt meegemaakt. En dat snap ik. Het is too much. Het is te erg. Is het waar? En toen zei hij, ja, het is waar. Nee. Vind je het niet eng om over het Koningshuis te praten? Ja, nee. En als ze mij om zeep willen helpen, fine. I don't care. En dat gaat veranderen. Ze gaan allemaal neer. Voordat je naar deze video gaat kijken, een kleine waarschuwing. Het kan zijn dat je dingen gaat horen, zaken die besproken gaat worden, waar je oren van gaat klapperen en waar je misselijk van kan worden. Bij deze ben je gewaarschuwd. Lieve mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een allernieuwste verse podcast van Lange Frans. Ik heb weer een fantastische gast, dat zul je zo zien. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal, kan je dat nu meteen doen. Klik ook even op de notificatiebutton, want dan mis je nooit meer iets wat Lange hebt. Dan komt het altijd bij je in beeld. Laat je comments achter op YouTube, we lezen ze allemaal. Kom met ideeën voor met wie we moeten gaan praten. Volg me op Instagram en op Twitter, @LangeFrans. En gooi een duimpje omhoog, deel het meteen in alle appgroepen, familie-apps, voetbal-apps, korfbal-apps. En zonder al te veel gezeik, jullie hebben erom gevraagd en wij fixen het gewoon. Geef een heel groot applaus in je hart voor onze gast van vandaag. Jeanette Ossebaard. Wauw, wat een mooie intro. Goedendag. Dankjewel, Frans. En niet heel lang geleden is er een wereldhit uitgekomen op YouTube. Je hebt inmiddels bijna 500.000 abonnees. Die mensen komen van overal over de hele wereld. Amerika rent helemaal weg met je. Als jij een EDM-DJ was geweest, dan had je gewoon bij Jinek en Pauw gezeten om je internationale succesverhaal te mogen doen. Aangezien hun allemaal niet gaan bellen, omdat wij er allemaal niet mogen komen, wil ik je bij deze gewoon eventjes ook in het zonnetje zetten. En namens alle kijkers en alle lieve mensen op YouTube, je bedanken voor het feit wat jij gemaakt hebt. En voor hoeveel mensen jij op brute wijze de ogen hebt geopend. Want voor mij was Valkenbal een soort van, was thuiskomen. Was gewoon eventjes eindelijk, je net hebt even alles chronologisch achter elkaar gezet en heeft er even een behapbaar ding van. En waar zit je inmiddels op? 25 miljoen YouTube? Bijna 50. Bijna 50 miljoen. Ja. En de hele boel is gebackupt op BitChute, toch? Ja. BitChute, hoe zeg je het? BitChute. Ja. Dus Valkenbal is er, blijft er. Je kan hem op verschillende platforma delen met je vrienden. Blijf het ook vooral doen. Blijf het doen. Ik snap ook, ik weet ook, ik heb hard gewerkt. En op een gegeven moment hadden we een hit. En dan heb je wel een gevoel van trots. Dus dat wil ik eigenlijk aan jou vragen. Hoe zit het met jouw hitgevoel? Nee, maar in de zin van, je hebt een hit. Ben je trots? Hoe reageert je omgeving? Oh. Zijn mensen blij? Ben jij blij? Goeie vraag. Ja. Mijn omgeving reageert heel verdeeld. Sommige mensen, mijn echte vrienden, vinden het helemaal geweldig. Ja, want die weten waar je mee bezig bent. Die gunnen je het succes. Ja. Anderen vinden me gewoon raar en... Dat vonden ze toch al? Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Dus ik ben natuurlijk door de mainstream media in Nederland ontzettend over de tong gegaan als de koningin van het complot. Ja. Nou, dat is leuk, dat is weer nieuw, die kende ik nog niet, ik vind het prima. En
Dus dat is zeer uiteenlopend. Zelf heb ik daar Hebben je niet de klokkenluider of de hunchback van de complottengroep. Je bent wel de koningin, snap je? De koningin, de man. Koningin, yeah. Ja. Ja, niet verkeerd. Dat, ja, doe je complotters ook geen lol mee als je ze royalty noemt? Weet je wat het leuke is, Frans? In het begin dacht ik, ja, had ik er wel even moeite mee, want je wordt gewoon natuurlijk belachelijk gemaakt. Ja. Aan de andere kant, als ik dan keek naar het aantal viewers van mijn werk, ja, dat schoof weer met zoveel miljoen omhoog. Dus ik denk, doe maar, kom maar. Precies. Kom maar, ik vind het allemaal goed. Mag me noemen wat je wilt, maakt me niet uit. Ja, en toen Liz Crokin over je begon. En Out of Shadows. Ja. En het mooie was, want Out of Shadows, ook een prachtige Amerikaanse productie. Ja. Iets dieper in op Pizzagate. Maar hoe die twee dingen toch ook samen vielen. Het was alsof jullie elkaar complementeerden. En alsof het allemaal samen kwam, zeg maar. Ja. En de vooral het feit dat je alles zo behapbaar had gemaakt. Ja, daardoor kon ik die plaat heel makkelijk schrijven. Ik had natuurlijk al het gevoel dat ik wat moest doen. Toen kwam dat en toen kwam die beat en toen dacht ik, ja, soms zijn we anoniem, soms Jeanette Ossebaard. Ja. Dat is super gaaf, joh. Ik wist natuurlijk nergens van. Nee, het is niet alsof ik jou gebeld had. Nee. Dus ik hoorde van. Iemand stuurde mij dat door. Ik dacht, what the fuck, dit is echt zo cool, Frans. Ja, vond ik gaaf. Joh. Nee, maar verdiend ook. Echt verdiend. Ik bedoel, ik ga niet zomaar dat zeggen. Ik zeg dat omdat je een snaar hebt geraakt. Niet alleen bij mij, maar bij heel veel mensen. Ik krijg echt de mooiste berichten. En dat is fijn, want af en toe is het... Ik krijg natuurlijk ook gewoon klootberichten en bedreigingen, noem maar op. En soms denk ik wel eens van, Jezus, had ik maar nooit die red pill genomen. Weet je, dat heb je misschien ook wel eens. Had ik maar die blue pill genomen, dan was het leven zoveel makkelijker geweest, gebleven. Maar ja, dan krijg ik weer zulke mooie berichten over wat het met mensen heeft gedaan. En de makkelijke weg is zo saai. Weet je, dat is ook zo. Dat is ook niet leuk. Klopt. Dus het gaat mij persoonlijk niet om de hit, het gaat me niet om... Ik had het ook totaal niet verwacht, weet je. Ik heb natuurlijk 25 jaar lang, non-stop, 24/7, als hoofdvak, heb ik graancirkels bestudeerd. En UFO's en free energy en... Alles eigenlijk. Alles wat te maken had met die ancient civilizations, de oude Sumeriërs, oude Maya's, oude Egyptenaren, relatie tot de free energy van waar Tesla heel veel over gepubliceerd heeft. En weet je, het is gewoon één verhaal. Ja. En een heleboel mensen die zeiden elke keer als een graanzikkel was gevallen, wat betekent die? En dan dacht ik, ja, weet ik veel. Your guess is as good as mine. Ja. Ik weet het niet. Nee. Na 25 jaar onderzoek, ik weet het niet. Sommigen wel. En nu pas snap ik er een heleboel. Nu pas, Frans, zie ik van, jemig, joh. De hele graanzikkelfenomeen is onderdeel van het Q-fenomeen. Ja. Het is onderdeel van. Ze hebben ons jarenlang, decennia lang gewaarschuwd voor de kabal. En nu pas snap ik dat. En nu ben ik dus bezig met de sequel, het vervolg op de val van de kabal. Ja. Ik ben nu van de 10 episodes bij het script van deel 7. Dus schiet heel erg op. Script neemt het meeste. Ja, natuurlijk onderzoek. Ja. En dan het script, daar gaat het meeste tijd in zitten. En dan editen, beelden en voice-over. En nu pas denk ik, ja, verdomd joh, we gaan die graancirkels erin halen. Nu pas snap ik er een heleboel. En nu wordt het ook een logisch hoofdstuk in het nieuwe boek eigenlijk wat je aan het maken bent. Exact. Ja. Het is één gek verhaal. Nou, ik kan je zeggen, laat dit een trailer zijn. Valkenbal, het tweede deel, is in de maak. Meer dan de helft is geschreven, dus hou hem in de gaten. Het gaat gebeuren. Wat denk jij... er zijn heel veel mensen op dit kanaal die zeg maar... Die zien wij ook de dingen die ik post op Instagram. En er zitten ook heftige dingen tussen, ook grafische dingen. En niet iedereen heeft daar de sterke maag voor. En er zijn mensen die pas net aan het wakker worden. Er zijn echt mensen die pas sinds de coronarust, laat ik het even zo zeggen, de coronarust, dat ze sinds die tijd een beetje de tijd hebben om daadwerkelijk een klein onderzoekje te plegen. Ja. En langzaam worden ze wakker. Heb je advies voor deze mensen, voor wie het allemaal snel gaat? Voor ze denken, wat is er allemaal in godsnaam aan de hand, want wij er al zoveel langer in zitten? Ja, dat is een hele goeie, Frans. Ik denk in eerste instantie, kijk naar mijn DVD, kijk naar die documentaire, het begin, deel 1 tot en met 10, The Fall of the Cabal, The End of the World as We Know It, het eind van de wereld zoals wij die kennen. Ja. Omdat het een ontzettend vriendelijke intro geeft
in het fenomeen van de realiteit waarin wij zitten. Ja. En ik heb het script zo geschreven dat het een... Ja, er zit een hele specifieke opbouw in om het niet te heftig te laten zijn voor de mensen die gewoon nog van niks wisten. Ja. En de beelden die ik erbij heb gezocht laten heel duidelijk niet de traumatische dingen zien die er zijn. Ja. Omdat nee, ik altijd zeg... Je bent in je beeldvoering ben je nog redelijk mild naar de mensen. Behoorlijk. En dat is met opzet zo gekozen. Ik heb de meest verschrikkelijke dingen gezien. En ook in beeldmateriaal heb ik dat. Mm. Maar als ik dat nu al naar buiten breng, dan klappen mensen dicht. Ja. En ik heb altijd gezegd, ik ben hier niet om mensen te traumatiseren. Ik ben er om ze wakker te schudden. Ja. Weet je? En als je met te veel heftige dingen komt... Haken ze af. Dan haken ze af en ik snap dat. Ja, tuurlijk. Ik snap dat. Ik heb in mijn onderzoek nu, ik heb zoveel ellende gezien, van zeker over dat Pizzagate. Dingen waar ik weken van langer van wakker heb gelegen. Maar en ook lichamelijk kan je er ook echt ziek van worden. Je kan je er ook echt ziek van voelen. Ja, en ook echt dingen dat je denkt van, ik moet gewoon nu in traumatherapie. Ik moet EMDR'en of FTP'en, weet je wel, van die traumatherapieën om... Ja, voor in ieder geval een ochtend in het bos wandelen. Ja, op zijn minst. Er zijn dingen die zijn zo gruwelijk, die nu naar buiten gaan komen, ja, dat ik... Zelf ook denk van ja... Zijn het zaken van die Anthony Weiner laptop? Ja, onder andere. Want ik hoop dus nog heel hard dat het fameuze filmpje waarover wordt gesproken in het dark web, dat dus niet echt is. Dat bid ik dus nog steeds. Ik zie al aan jouw hoofd dat ik dat gebed kan loslaten. Goed, dat schip is gevaren. Ik zeg ook in mijn documentaire, kijk het niet. Ja, dat zeg je inderdaad. Doe het niet, want ja, je slaapt nooit meer. Ja. Je slaapt nooit meer. Dus echt waar. Als er zo'n cue is, those who know cannot sleep. Dan begrijp je het. Ja, ja. Wij zijn ook al dagen wakker. Ja. En dat komt alleen maar door het feit dat we dingen aan het maken zijn en verder aan het puzzelen zijn en steeds weer eigenlijk een deurtje open krijgen, zeg maar. Ja, en ik zal mijn publiek daar heel erg voor behoeden. Maar ik wil wel dat ze weten wat er gaande is. Dus ik zoek een weg, zowel in het script als in de beelden, waardoor ze op de hoogte raken van wat er speelt, van wat er werkelijk is, maar tegelijkertijd niet de ellende hoeven te zien met eigen ogen, waardoor ze het nooit meer niet kunnen zien. Ja. Ja. Wat wel opvalt, dat vind ik dan, nou ja, jammer is een groot woord, maar de video's komen altijd uit Amerika. Ja. 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 Weet je, in Nederland, ik zeg altijd zo, Nederland is een kern van de kabal. Ja. Nederland is een absoluut kernland van de kabal. Het ergste van het ergste gespeeld voor een groot deel af in Nederland. Dus als Roger Stone tweet dat General Flynn een lijst heeft met hooggeplaatste pedofielen, dan denk jij, juist, correcto. Absoluut waar. En dat gaat naar buiten komen. Absoluut. Ja. 100% zeker. Vroeger of later, naar buiten komt het. Denk aan het hele verhaal rondom Demmink. Weet je, dat is als ouders weg naar Rome. Iedereen weet het, maar... Ja, en de bewijzen zijn er. Ja. Maar die koppen gaan rollen. 100% zeker. Maar over Demmink heb ik voor het eerst wat geschreven in 2008. Het is nu 20. Ja. Dat is 12 jaar geleden. Ja. Ik zei net voor de uitzending ook al van... Als ik 12 jaar geleden deze podcast had gemaakt, dan was ik regelrecht voor gek verklaard. Dan hadden we misschien 1000 kijkers gehad. Ja, klopt. En in deze tijden, omdat toch mensen wakker hadden. Maar besef dat jij en ik doen niet veel anders dan dat we 12 jaar geleden, 25 jaar geleden, voor jaren 25 jaar geleden. Wij doen in principe onszelfde ding. Ja. En alleen... Waar eerst mensen dachten, wie zijn dat voor een mafkezen? Moeten ze nu zeggen, wacht even, staan die mafkezen nog steeds hetzelfde dansje? Ja. De beat begint ineens wel te kloppen bij dat rare dan. Het was alsof wij zeg maar jaren uit de maat aan het dansen waren. Dat iedereen dacht, wacht even, welke muziek horen hun? En ineens begon iedereen onze beat te horen. Ja, klopt. Dat is een beetje het gevoel wat ik heb. En dat vind ik het fijn, want ik heb het idee van... En ik zie dat als hoe er wordt gediscussieerd, ook onder jouw video's. Mensen helpen elkaar, proberen elkaar links te sturen, verdiepen elkaar, sturen elkaar links van boeken. Heb je dit gezien? Kijk daarna. En dat vind ik zo ontzettend mooi. Ja. En dan denk ik ook van, kijk, het internet is spiritueel zijn, weet je? Ja, ik denk het internet was opgezet ooit, en zeker de social media, om ons natuurlijk... In de gaten te houden. Ja. En het heeft zich tegen hen gekeerd. En dat vind ik zoiets moois. Het is niet meer te stoppen, het is totaal uit de klauwen gegroeid. En ze kunnen ons niet meer beheersen. En de social media zeker, maar internet in het algemeen
heeft zich tegen hen gekeerd. En dat hadden ze niet verwacht. Ja. En dat vind ik mooi. Elke keer zeg ik, als ik dit bestudeer en ik ben aan het schrijven en onderzoek aan het doen. Heel veel mensen zeggen, ben je niet bang dat je vermoord wordt? En dan denk ik, nee, want weet je, de kabal is ongelooflijk voorspelbaar. Mm. Ze doen al honderden jaren wat ze doen. Honderden jaren lang volgens zij hetzelfde script. En het heeft altijd gewerkt. En ze denken, nou, het werkt nog steeds. Ja. Het gaat wel minder hard. Nou, weet je, tandje hoger. Maar nog steeds hetzelfde script. De kabal is voorspelbaar. Ik weet exact wat ze gaan doen. Het gevaar zit hem in het volk. Het volk wat niet wakker wil worden. Mensen die met mondkapjes op blijven lopen. Mm. Die boos worden omdat jij er niet een op hebt. Dat zijn de gevaarlijke. Ja. Maar ik stapte gisteravond uit de auto. En aan de overkant van de straat liep een jongen met een mondkapje op. Ik denk oprecht was erg laat dat hij per ongeluk nog op had vanaf de bus. Dat denk ik echt. En sorry, als je kijkt, het spijt me dat ik je uitschold op straat. Maar het was wel nodig. Dus het was een goede straat tussen ons. Maar ik snauwde toch hard genoeg voor hem te horen. Wat dan? Nee, met zijn mondkapje. Ja. En ik hoorde dat hij me hoorde. En toen pakte hij snel het mondkapje en deed het. Dus het kan zijn dat hij het zomaar was vergeten vanaf de bus. En ik snap, als je met de bus naar je werk moet, tuurlijk. Maar alsjeblieft, mensen. Ja. Weet je, want het is mondkap en what's next? En dan krijg je de tracking app. En dan krijg je de vaccinatie, de vaccinele verplichte. En dan een chip. En exact, het is zo voorspelbaar. En dat zeg ik ook, als je de kabal bestudeert, zoals ik heb gedaan, dan snap je exact wat de next move is. Het is zo ontzettend voorspelbaar. En dan kunnen wel mensen zeggen van, ja, aluhoedje, je ziet... Tuurlijk. Dan denk ik, nee, wacht maar. Ja. Alles komt uit. Nu ook, ik had een vierdelige docu gemaakt over COVID. Hmm. Dat heeft het ook heel goed gedaan. Ja, maar ze is totaal eraf gedonderd van door YouTube natuurlijk. Maar oké, BitChute staat hier nog gewoon. Gewoon zoeken op Valkabal op zijn Engels. F-A-L-L, kabal. We zetten alle links in de beschrijving van deze video. Ja, daar staat hij gewoon, weet je. Tuurlijk. Maar oké, en daarin hebben we heel duidelijk laten zien wat er werkelijk speelt. De 10 verhaallijnen die door elkaar heen spelen. Maar het ergste van alles, de cijferfraude. Ik kan daar woest om worden. Ja. De cijferfraude door de overheden, door het RIVM, door de WHO. Fraude met voorbedachte raden. Besmette testkits. Ja. Zodat je positief getest wordt. Ja, ik heb de dingen ook gezien van verpleegsters die blanco test insturen naar het lab en ze komen COVID positief terug. Juist, mensen die zeggen, die worden opgeroepen en die zeggen, nou, ik doe het niet, ik ga naar huis. Dan worden ze opgebeld, ja, je test was positief, moet terugkomen. Ik heb hem niet gedaan, ik ben weggelopen. Oh, oké, geef niet, dag, have a nice day. Weet je, dat moet in het nieuws. We worden genaaid van alle kanten. Nou, wij zijn het nieuwe nieuws. Ja, absoluut. Welkom bij het Altijd Uurjournaal. Want wij zijn wakker. Echt wel. En we gaan net zo lang door tot iedereen wakker is. Ik ga net zo lang door. Jij ook, Frans. Zeker. Net zo lang door tot iedereen wakker is. En het is lastig als ik mensen op de markt zie. Gisteren op de markt hier. En die zijn er geweest. En dan gaan ze naar hun fietstasje. En dan hebben ze zo'n desinfecteerdingetje. En dan zitten ze daar zo. En dan denk ik, what the fuck. Denk even na, mens. Het is een griepvirus. Die hebben we altijd nog overleefd. Ja. Doen maar altijd, elk jaar gaan oude mensen dood aan de griep. Dat heet natural selection. Dat is normaal. Het is naar. Ik heb mijn vader op die manier verloren. Tuurlijk, dus ik snap dat. Maar zeg mij niet dat het een monster virus is. Ja. Een killer virus is. Dat is het niet. Wat vind je van de... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die de Q-drops volgen. Ja. Ik ook. Lastig in het begin, het is een ontcijferingsproces. Ja. En ook met het message board. Het is niet echt de meest gebruiksvriendelijke gebeuren aller tijden. Dus dat laat een hoop mensen af. Het is een complex ding. Absoluut. Het is heel veel makkelijker geworden. Er zijn heel veel mensen die het goed uitleggen. En, maar een van de dingen die mij wel opvalt, is dat met oog op Trump, dat er toch heel veel mensen zijn die toch Trump nog in een kwaad daglicht proberen te stellen. Die constant tegen mij tekeer blijven gaan. Ja, maar Trump is er ook. En Trump zat ook op Epstein Island. En Trump houdt ook van kleine meisjes. Maar als ik hem hoor praten en ik zie op wat voor manier hij voelt en spreekt tot mij, dan ik kan daar niet bij. Wat zijn jouw ideeën? Nou, ten eerste, weet je, het is heel simpel. Er is ontzettend veel desinformatie. Voor zover ik weet, ik heb die hele, die vlak
flight logs gezien van de Lolita Express. Precies. Ja. Volgens mij staat Donald Trump daar niet op. Nee. Hij zegt dat hij één keer heeft meegevlogen, heeft hij een lift gekregen van de zoon van Epstein. Afgezet. Exact. Die kant naar boven toe. Dus ja. Hij is daar niet geweest. Bullshit. Mm. Een tweede... En hij zei in 2015, 2016, voor de verkiezingen, heeft hij het al gehad over dat als dit naar buiten komt, dat het een dingetje gaat worden. Exact. Ja. Kijk, weet je, het punt is, ik kijk altijd naar de feiten. Ik ben een onderzoeker, dus ik kijk niet naar geruchten. Ik luister niet naar de mainstream media. Want ik weet wie ze betalen. Heel simpel. Dus daar blijf ik verder van. Dus ik kijk naar feiten. Ik ben een onderzoeker die kijkt naar feiten en niet naar iets anders. Dus de feiten zijn, hij heeft vrede veroorzaakt in Korea. Wat een lul. Wat een klootzak van een... Nee, maar hoeveel Amerikaanse presidenten zijn naar Noord-Korea gevlogen om daar inderdaad hun hand uit te steken en zeggen, Kim Jong, wat kan ik voor je doen? Ja, eikel. Ja, wat een lul van een gozer. Hele nare man. Ja. Weet je, ik kijk naar feiten. Wel. Hoeveel landen heeft hij gebombardeerd? Nul. Hoeveel onschuldige burgers, kinderen, vrouwen heeft hij met drones kapotgeschoten? Nul. Zullen we even kijken naar Obama? Elke dag, hè? Elke 20 minuten, 8 jaar lang. 8 jaar lang. Exact. Ja. Verschrikkelijk. 8 landen geïnvasie, hoe zeg je dat, binnengevallen en kapot gemaakt. Ja. Dat was Obama, met zijn lieve glimlach. Ja. Waar iedereen intrapte. Ik ook in het begin. Oh, hard. Ik ben er eerlijk in, ik viel er ook voor. Maar ik heb het eerder in deze podcast, het is een ontzettende... innemende man. Ja. En dan vertelt hij ook nog eens dat hij naar Jay-Z en Kanye West luistert. Ja, dan ken je mij. Dan denk ik helemaal, dat is mijn lang verloren oom, weet je wel. Maar het is niet zo. Nee, het is een wolf in schaapskleren. Het is de ultieme spion, weet je. Innemend, aantrekkelijk, prachtige lach, mooie babbel. Maar je moet kijken naar iemands daden. Dat zeg ik altijd. Wat heeft iemand gepresteerd? Ja. Wat heeft hij als executive orders, als wetten ingevoerd vanaf het moment dat hij aantrad? De eerste zo ongeveer was om zijn eigen hachie veilig te stellen, zodat hij nooit voor wat dan ook maar vervolgd kon worden. Immunity. Nou, dat vind ik nogal wat. Dan denk ik, excuse me, wat heb jij te verbergen dan? Wat heb jij dan? Weet je, dat klopt niet. De eerste wat Trump deed, was een executive order neerzetten, een wet doorvoeren, waardoor het kapitaal van mensen die betrokken zijn bij treason, bij corruptie en bij trafficking, human trafficking, child trafficking, kinderhandel, om het hun vermogen te mogen bevriezen. Ja. Nou, that's my kind of guy. Ja, ja, ik bedoel, hoe groot moet je de muur hebben? En zelfs als de tongen die beweren, nou, ze hebben ook iets over Trump en hij moet dit doen. Nou, no way, dan was het toch al lang naar buiten gekomen. Dat zeg ik de ook. De Democraten hebben 4 jaar lang alles geprobeerd. Ja. Ze hebben niets gevonden. Russian collusion, FISA, General Flynn. Ze hebben alles geprobeerd. Alles. En niet is gelukt. Dat is dus hetgeen wat mij zo ontzettend irriteert. Als ik mijn moeder leest gewoon de NRC en de Volkskrant. Ja. Daar valt geen... Met alle respect, maar zij heeft natuurlijk zij krijgt daardoor een idee. En ik geef voor mensen... De laatste week is bij mij dit soort van kristalhelder geworden. Je kan je herinneren dat we op een gegeven moment hadden we Trump aan de grens van Mexico. En toen stond hij daar. En toen waren er allerlei kinderen gescheiden van hun ouders. Ja. En we zien hier de foto voor op alle kranten. En dan zie je al die zielige kindjes. En die kindjes zijn ook zielig. En ze zitten ook achter een hek met prikkeldraad. En het is niet tof. Geen één kind hoort achter prikkeldraad. Nee. En daar staat Trump. Hebben ze het in de vorige photoshop. Dan staat hij dan een beetje zo. Ja. Maar waar ik nu pas achter ben. En ik hoop dat jij me wil bevestigen hierin. En iedereen flipte hem, wat een lul is die Trump, dit en dat. Die kinderen waren al kilometers voordat ze aan hun reis begonnen. Duizenden kilometers daarvoor, in Guatemala, in Honduras, in Ecuador, in Chili, waren die kinderen al verhandeld, getrafficked. Juist. En er waren helemaal geen ouders om ze bij te zetten. Het waren hun ouders niet, exact. Fransje, spot on. Maar niemand in de Nederlandse media heeft dit verhaal opgepikt. Nee. Heeft het, maar dat zeg ik, bij mij is het ook pas deze week rondgekomen dat het zo was. Echt waar? Ja. Ja? Ja, ja, ja.
Had ik eerder kunnen weten. Dat begrijp ik nu ook. Maar als ik dit nu zo zie en jij bevestigt dit, ja, zo is het inderdaad. Ja. Dan waarom dan? De rectificatie komt er ook niet. Want nee, als dat beeld helemaal geschetst is, als ik nu tegen mijn moeder zou zeggen, hey, weet je nog, vorig jaar die foto dat je zo boos was op Trump toen hij daar al die kinderen vasthield. Ja, die kinderen waren al ouderloos. Klopt. Dan is het kwaad al geschied. Het kwaad is geschied. En ik blijf erop hameren. Ik blijf het gewoon zeggen. En het staat heel groot in mijn docu. Die kinderen waren niet daar met hun ouders. Die kwamen aan die grens. Die werden niet gescheiden van hun ouders. Die werden gescheiden van hun traffickers. Van hun handelaren. Ja. Die zijn gered. Ja. Weet je? En dat is... let that sink in. Ja. Dat is zo erg. Dat is zo verschrikkelijk. En ik heb de beelden. Ik heb ze hoor. Ik heb ze niet laten zien. Omdat ik de mensen niet wil traumatiseren. Maar kom niet bij mij aan met... Oh, ze werden gescheiden van hun kinderen. No fucking way. Want dan krijg je een verplicht ticket naar het Jeanette Ossebaard Filmfestival. En dan word je scheidsziek als we halen. Dan moet je er in je eentje zitten, krijg je geen popcorn. En dan gaan we op een heel groot scherm al die dingen laten zien. En een beetje maar blij dat we het je niet hebben laten zien. Nee, het is echt te erg. Het is te erg. Echt waar, te erg wat er gebeurt. Wat mensen zich dus ook moeten voorstellen is dat als inderdaad... er zijn dan die drugstunnels. En er wordt cocaïne en wiet en heroïne doorgerund. En op een gegeven moment komt er iemand aan. Het is dezelfde infrastructuur. Ja, dus als je op een gegeven moment een product hebt, kinderen, en de organen in de kinderen, en het bloed in de kinderen, en de seks in de kinderen, en de energie in de kinderen, en alles in de kinderen, want daar gaat het om, onze kinderen. Ja. Dat als dat product gewoon het duurste product is, dan zullen alle narco's en de traffickers en denken van, weet je wat, als je me dit geeft voor die brok dit, dan doe ik wel zoveel voor dat kind. Ja. Het levert het meeste op, veel en veel en veel meer. Kinderen leveren veel meer op dan drugs. Wow. Veel meer. Organen. Ik heb een gesprek gehad met een aantal artsen. En die zeiden ook van, weet je, jouw hart is een kwart miljoen waard. Een kwart miljoen. Jouw lichaam aan huid, ogen, hart, nieren, lever. Ik vind dat je wel heel specifiek aan het wijzen bent, Jeanette. 1 miljoen. Lekker, hè? Lekker, ja. 1 miljoen, Frans. Wow. Dus op het moment dat zij een kindje kunnen... En dat gebeurt aan een lopende band in landen als Mexico, in landen als India, in landen als China. China is het ergste van het ergste. Die kinderen worden gewoon van de straat geplukt. Die worden levend opengesneden. En die hartjes en alles wordt eruit. Hart als laatste. Wow. Want een lichaam moet het bloed moet blijven gevoed worden door maar die... Weet je, kun je toch niet bij voorstellen? Maar als iemand op zoek is naar een hart, omdat iemand een nieuw hart nodig heeft, dan moet je van tevoren toch ook weten wat voor bloedtype iemand is. Ja, makkelijk toch? Dat zoeken ze allemaal uit. Ja, natuurlijk. Ze weten precies wie ze pakken. Absoluut. Ja, maar ik heb ook wel eens een duister uurtje. Het is handel. Inderdaad, als je gaat kijken op YouTube naar de manieren waarop je kinderen gepakt ziet worden op straat. Ja. Het ziet er altijd uit als hele georganiseerde, gestroomlijnde ploegen. Klopt. Jonge mannen die dat vaker doen. Ik heb echt zoiets van, als ik het ze zie doen, dan lijkt het gewoon alsof ze daar handigheid in hebben. Ja, dat hebben ze ook. En het is heel simpel. Het is ontzettend simpel, want de meeste ouders zijn zich hier niet van bewust en die willen het ook niet weten. Nee. En dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Ik heb geen kinderen, godzijdank. Als ik kinderen zou hebben, man, ik zou met deze kennis, ik zou geen oog meer dicht doen. Want inderdaad, ik heb echt beelden. Jij zou die moeder zijn die altijd in de disco staat, waar de kinderen zijn, in de hoek. Ik zou echt met een bezoeker op staat, zou ik, oké, you want to date my girl? Oké, fine, what are your credentials, bastard? Ja, weet je. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb de filmopnames gezien van een vrouw, die een moeder met haar kindje in een buggy. En dat was in New York en die heeft even wat dingen voor op de post. En die loopt, die laat staan, loopt even zo. Nou, wat waren drie passen. Doet erin, kijkt nog even. Oh, dat is die andere postcode, die moet daarin. Hop, komt terug, kind is weg. Die is uit die buggy gesnapt, in de auto, hop, auto weg. Je vindt ze nooit meer. Nee. Je vindt ze nooit meer. 800.000 kinderen per jaar missing, alleen al in de US. 800.000. Iemand zei me dat die 800.000 mensen waren, waarvan 5% maar kinderen waren. Nee, volgens mij zijn het echte kinderen. Ja, de statistieken die ik heb gezien, gaat het echt over de kinderen. Wow. En dat is dus heeft te maken... En dan hebben we overal camera's hangen. Overal. Ja. Die dan heel toevallig net het niet doen. Weet je, net zoals toen met die... Hoeveel met die... kinderen in Nederland zijn het per jaar? Weet ik niet precies. Ik heb me heel erg met mijn onderzoek gericht op Amerika, omdat ik het internationale docu wil laten zijn. Ja, slim. Ja, ik moet nog echt in het Nederlands verhaal duiken. Want ik denk bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar
ene kind is het andere kind niet. In de zin van, zijn er natuurlijk kinderen over wie weinig... of wie je weinig hoort in de media. Ja. De ouders moeten de power hebben om de media in te kunnen schakelen. Niet iedereen kan de media inschakelen. En de media doet over het algemeen niet mee, want die worden betaald door de kabal. Ja. Laten we eerlijk zijn. Ja, een van de ergste dingen die mij deze week ter oren kwam, is dat in Amerika werden de vermiste kinderen werden heel lang op de melkpakken gezet. Ja, klopt. En dat ze niet op de melkpakken werden gezet om terug te vinden, maar om eigenlijk te adverteren. Oh my god. Ja, dat is zo'n soort van reverse-achtige heavy is die, hoor. Ja. Weet je, je hebt nu de hele schandaal rondom Wayfair. Nou, Wayfair is een bedrijf en die heeft allemaal van alles en nog een soort bol.com. Basiskasten, 400 euro en die kosten ineens 15 ruggen. Juist. Ja. Dat is verschrikkelijk. Bol.com zat er ook in. Ze hebben het nu allemaal weggehaald. Echt? Amazon zat er ook in. Ja. Dezelfde producten kun je ook via die diensten. Ja, die kussentjes waren gekoppeld aan de naam Ellen DeGeneres. Ja. Weet je, waar hebben we hiermee te maken? Dit is een smuggel zo groot, zo georganiseerd, waar zoveel triljoenen in omgaan. We hebben het niet meer over miljarden. We hebben het over een ongelofelijke cashflow. Maar dan moeten we dus eigenlijk veel meer waarheid gaan zien in alle oude sprookjes. In Hans en Grietje en dat soort dingen. En allemaal. Maar zijn we dan niks meer dan een soort van vleeszakken? Blijkbaar. Prooi. Weet je, ik heb dit nooit zo willen zien. Ik ben relatief heel veilig opgegroeid in Nederland. Mijn vader hij leeft nu niet meer. Hij was in de middenklasse van... Zat goed in het midden, lekker relaxed. Jullie gingen twee keer per jaar de vakantie. Er was één keer. Was meer dan genoeg. Ja. Happy days. En in het oosten van het land opgegroeid. Het was allemaal heel lekker rustig. Je deed je huis niet op slot. Het was allemaal goed. Ja. Dus voor mij is het zoiets raars, zoiets vreemds dat dit überhaupt kan bestaan. En ik heb daar gewoon decennia lang, ik zweer het je Frans, decennia lang nee tegen gezegd. Ik woon niet verder dan de graancirkels, want het was veilig. Het was gezellig. Het was je weet hoe het is in een graancirkel. Happy days. Ja. Love and light. Maar en hier wou ik gewoon niet aan. Het was too much. En je moest. Je moet op een gegeven moment. Je hebt iets in je gevoeld. Het is nooit om geld gegaan. Is niet dat iemand tegen je zei. Nee. Maar je voelde van binnen dat dit je volgende stap moest zijn. En nu snap ik pas dat ik mijn hele voorbereiding van de graancirkels, van de UFO's, van alles. Ik spreek 5 talen. Alles is, nu. Weet je, maf, hè? Ja. Ja. En nu kan ik het naar buiten brengen. En kijk, ik snap maar het. Heb ik er al die jaren rondgerend in Hilversum om vervolgens podcasts te maken? Ja, toch? Ja. We zijn goed voorbereid. Ja, dat is waar. Ja, iemand zei in Amerika, die zei, the Circle Makers trained you well. Ja. Toen dacht ik, kippenvel, ja man, dat is waar. Ja. Nou, misschien is mijn muzikale loopbaan is een onderdeel geweest om uiteindelijk aan. Ja. Ik moest leren praten over die microfoon natuurlijk. Ja. Gek, ik zie wel voor mij dat jij nog veel meer gaat doen op het gebied. Kijk, ik heb een bepaalde, die 50 miljoen dan van die docu's. Over het algemeen zijn dat er wat oudere mensen. Mm. Mensen vanuit, laat ik het zeggen, vanaf een jaar of 45 en hoger, 40 hoger. Valkenbal wordt ook op TikTok gedeeld door mensen, hoor. Serieus? En TikTok is natuurlijk de Chinese spionage app waar alle kinderen op aan het dansen zijn. Ja, klopt. Maar als ik zie wat voor dat wist ik niet. Ja. Het is uiteindelijk gewoon... kijk, als die kinderen de hele tijd thuis staan te dansen, dan heb je natuurlijk de hele tijd ogen in je huis. En ze kunnen klopt. En dat is natuurlijk ook het ding. Denk maar na. Kijk, als iets gratis is, dan ben je zelf het product. Ja. Dus mijn kinderen, mijn dochter vooral, die zit op TikTok. En dit wordt nog een heftige discussie als ik zeg dat dat niet meer kan. Ja, oeps. Ja, dat wordt echt een ding, hoor. Sorry, Dani. Nee, maar kijk, waarom is die muziek allemaal kant en klaar in hapklare brokjes en netjes te vinden? En staat het precies voor het refreintje? En die Chinezen betalen ook gewoon prima aan de artiesten. Dat gaat allemaal prima. Maar de kinderen hoeven er niet voor te betalen. Nee. En dat is natuurlijk gek. Ja. Want als je TikTok zou gebruiken als een soort muziekdansdienst, dan zou het helemaal niet raar zijn om er een paar euro per maand voor te vragen. Ja. Ik denk ook, als je zeker weet dat een app niet je aan het bespioneren is, vinden ouders het helemaal geen ramp om een paar euro voor een app te betalen. Absoluut. Waar hun kinderen ontzettend van houden. Ja, absoluut mee. Dus in het concept zie ik niet echt het kwaad zitten. Waren het niet dat. Het
kan niet. Kinderen zijn het product, omdat het gratis is. Die muziek is allemaal gratis. Dus dan zijn de kinderen zijn het product. Zijn het product. Ja. Heel goed, ja. Maar wat ik dus wel, je materiaal wordt dus... Ik denk dat er meer jongeren zijn die je dingen hebben gecheckt... dan dat jij misschien berichten van hebt ontvangen. Nou, dat is wel heel gaaf. Want ik vind dat fijn. Er zijn echt veel mensen die erover praten... en die ook weten van... oké, als ze Valkenbal naar iemand doorsturen... dan dat is gewoon wel een pakketje Red Pills. Dat is niet nog dat je twijfelt... zijn ze toch nog blauw of half paard? Dat is gewoon een pakketje beetje rode pillen. Roze. Ja, klopt. Ja. En dat, ja. Ik werd laatst zo iemand genoemd... wat zijn jullie ook alweer? You're the mother of the Red Pills. Iemand in de Californië. Mooier dan, cool. dan koningin van de complotten. Ja, in ieder geval. Ja. Maar terug naar het succes. Je hebt dan die gigantische cijfers. Ja. Ben je door een Volkskrant, een RTL Boulevard... Heeft iemand je gebeld? Niemand. Nee. Ze hebben me afgemaakt. Zonder mij ze te bellen. Ze hebben wel over je gehad, maar ze hebben geen weerwoord gevraagd. Niemand heeft mij... Nee, ik werd... RTL Boulevard, waarom hebben jullie niet netjes gepraat met Jeanette Ossebaard? Een grote internationale ster. Een documentairemaakster van fucking top wereldniveau. Volgende keer dat jullie over haar gaan praten, eerst bellen. Zo hoort het nou. Het is gewoon netjes. Ik zou dit niet eens moeten zeggen tegen jullie, maar ik moet het nu toch zeggen, omdat jullie de fout al gemaakt hebben. Niet fucken met Jeanette Ossebaard. Zo is dat. Ja, zo is dat. Anders krijg je Frans op bezoek, Nou, we hebben zoveel mensen die digitale bezoekjes kunnen plegen tegenwoordig. Nee, maar het is een hele goede vraag, Frans. Niemand van de mainstream media heeft mij in die zin... Ja, uitzondering, wie waren het? KRO... Brandpunt? Nee, we waren die jongens van Mosterd. Dirk Mosterd. Wat een lul zeg. Sorry hoor, mag ik dat zeggen? Mag je hier alles zeggen. Ik weet niet wie Dirk Mosterd is, maar ik ga hem straks googlen. Nou, het is die man die geen toekomst heeft in de journalistiek. Wat een sukkel. Die heeft echt zulke achterlijke, gewoon randebiel vragen gesteld. Ja. En op een gegeven moment ben ik weggelopen. Heb ik gezegd, joh, je krijgt nog één kans. En die klanten die ook. Toen ben ik weggelopen. En toen vervolgens was ik degene met een met arrogantie en weet ik veel wat. Dan denk ik, nee, ik heb je nu een paar keer gevraagd. Hij wou alleen maar van mij horen wat ik ervan vond dat er 5G-mast in brand waren gestoken. Ja, en waarom? Want als ik zeg van, nou jongens, goede zaak. Ja. Dan heb ik 2 agenten aan de deur van, wilt u even meekomen? Precies. Dus denk je dat ik hier intrap? Doe even normaal. Ja. En ik heb de persvoorlichting, of die hele persopleiding gedaan als onderdeel van mijn opleiding... Dus je kent alle trucjes. Ik ken alle trucjes. Ja. En heb ik hem gezegd. Ik zeg, ik ken jouw trucjes. Ik ken de strategie. Doe dit niet. Het werkt niet. En dan ging maar door. Ja. Weet je, wat een sukkels. Ze kennen maar één trucje, dus ze moeten wel. Dat haar klopt. Kon waarschijnlijk geen andere trucjes. Ik denk het. En hij was natuurlijk gestuurd om een bepaalde quote eigenlijk te dat halen. Hij was niet gestuurd voor een verhaal. Dat is het hem. En ik ben ook gevraagd om wat te zeggen over die 5G dingen. En die Danny Goossen, die belde me. Ik heb maar besproken, zeg, weet je, ik ben niet de guy die dit op camera gaat zetten. Nee. Maar elke keer als ik een bericht lees dat er weer een 5G-mast in de fik staat, dan kijk ik toch naar boven en doe ik een kleine shout-out naar de Lord. En denk van, we hebben er weer eentje. Dus als er mensen zijn die zeggen dat Trump de 5G-bullshit onschadelijk heeft gemaakt, wat zijn jouw ideeën daar dan over? Kan dat? Is het gefixt? Ik weet het niet. Kijk, je hebt iets wat je heel goed moet realiseren. 5G... bestaat uit 2 onderdelen. Ja. Je hebt de masten, je hebt de frequency. De masten... Want 5G betekent gewoon zoveel als 5e generatie telecom. Dat is alles waar het voor staat, op de 5e generatie. Ja. Ja. Maar wat ze doen is, ze werken met een bepaalde frequentie, golflengte, is gewoon natuurkunde, heel simpel. Echt heel simpel. Ja. Die bepaalde downloads van films en streams en dergelijke mogelijk maakt. Dus je hebt de mast, dat zijn de tools... Ja. Er is niks mis mee. 5G-masten is niks mis mee. Laat ze staan. Waar het om gaat is de frequency. Ja. Als jij de frequency uitzendt van liefde... Die bestaat, hè? Ja, ja. Dus gewoon, alles heeft een frequency. Het is gewoon natuurkunde. Alles heeft een trilling. Alles is trilling. Het hele universum, alles wat er is... of het nou energie is of materie... heeft een trilling. Ja. Vibraties, waves, muziek ook. Ja, het is een sinus, weet je. Ja. En de ene gaat sneller dan de ander. Maar meer en dat is het niet. Verschil in tonen en kleuren. Ja. Exact. Weet je, in de muziekbusiness weet je er alles van. Maar dat heb je ook met materie. Dus op het moment dat jij een andere frequency gebruikt, andere trilling, andere golflengte uitzendt, die benign is, die goed is, die helend is, is er niks aan de hand. Gebruik die 5G-masten.
Het punt is een beetje dat wat ze willen, de kabal, hè, om even zo te noemen, die willen iets uitzenden wat destructief is. Ja. En daar ben ik natuurlijk op tegen. Ja, dat spreekt voor zich. Elk weldenkend mens is daar op tegen. Tenzij je een domme zombie wil worden, ja, fine, maar ik doe niet mee. Nee. Het punt zit hem in de frequency. En zolang Trump zegt van ja, 5G dit, 5G dat, dan denk ik, jij weet exact waar je het over hebt. Want het gaat hem niet om de tool. Kijk, als ik een hamer heb, hamer is de tool, is de 5G-mast. Mm-hmm. En ik ga daar een prachtige huis mee bouwen. Ja. Perfecte tool. Maar als ik iemand... Een klap van zijn huis geeft met een hamer, dan heb je moord gepleegd. Ja. Juist, ja, weet je. Ja, de tool is de tool. Het gaat ermee om wat je doet. Guns don't kill people, people kill people. Ja. Exact. Dus het gaat om de frequency. En mijn hoop is dat... en ik weet het eigenlijk wel zo goed als zeker... dat Trump donders goed weet waar ik het over heb. Ja, dat denk ik ook. Zijn oom... Ik durf zelfs te wedden dat DJT gewoon Valkenbal gekeken heeft... en gedeeld heeft in zijn Facebookgroep. 100%. Zeker, ja. 100%. Het kan toch haast niet anders. Het kan haast niet. Luister, ik durf te wedden dat Donald Trump één vrij weekend heeft gehad... de afgelopen 6 jaar en daar heeft hij Valkenbal gekeken. Shout-out naar Donald Trump. Yay. Ik heb hem een mail gestuurd via die officiële, weet je wel, van de White House. Kun je een mail sturen? Afgelopen, nou, wat was er vorige week, 2 weken geleden? Ik heb gezegd, dear Mr. President, don't forget Europe, don't forget Holland. We're the center of the cabal. Ja. I made the documentary, I'm begging you, please don't forget the Netherlands. Want we zijn echt fucked hier hoor, vergis je niet. Want... En ik ga niet zeggen van, nou, Trump gaat het allemaal redden. Nee, zo werkt het niet. Nee, maar hij heeft wel een plan. Hij heeft wel een plan. Ja. En Q is wel hulp van bovenaf. En die hulp uit de top hebben we nodig. Ja. Anders heeft de revolutie van het volk geen kans. Nou ja, als er hulp van de top was gehad... dan waren mensen als Joris Demmink hier nooit meer aan de top geweest. Exact. En die zitten hier nog steeds. Exact. Ik ben 12 jaar geleden begonnen met rappen over pedofielen in de overheid... en ze zitten nog steeds op een plusje stoel. Exact. En dat gaat veranderen. Ze gaan allemaal neer. En we gaan net zo lang door tot ze in Gitmo zitten, in Guantanamo Bay. Ja, want... Guantanamo Bay, dat is een klein stukje Cuba, wat eigenlijk Amerika is. Daar hebben ze een grote gevangenis gebouwd. Het ging eigenlijk om terroristen en zo. Ja. Maar in de afgelopen jaren is die gevangenis een keer of 5, 6 groter geworden. Ja. Terwijl er eigenlijk minder gevangenen kwamen. Dus dat is ook weer een stukje logica. Hoe kan je minder gevangenen huizen, maar toch hebben ze allerlei sportvelden erbij gemaakt. Van er een McDrive naast. Wat is precies de bedoeling daarvan geweest? Of is het gewoon zo dat die gevangenis inderdaad verruimd is? Ik denk dat ze... jarenlang hebben gebruikt om hele als voorbereiding voor wat er gaat komen. En wat er gaat komen, dat zijn mass arrests, massa-arrestaties. Je hebt de... Maar ben jij dan ook iemand die denkt dat Ellen DeGeneres al thuis zit met een enkel man? 100% zeker, we hebben de beelden. Ik heb de beelden. Ja, ik heb ze ook gezien. Zie deze smile. Ja, ik heb ze ook gezien. Hillary Clinton net zo. Als ze nog leeft. Want wat er nu rondloopt, dat lijkt niet eens meer op wat er... Nee, maar er zijn al een tijdje lang dat je... Het hangt van de dag af welke versie van Hillary je krijgt. Wangen die hoger en lager zitten en het exact. Is... Exact. Ja. Oren die anders zijn, terwijl een oorschelp is hetzelfde als een vingerafdruk. Een oorschelp van iemand is uniek. Ja. Weet je, dat is echt letterlijk hetzelfde als een vingerafdruk. Oké, dus Hillary, Obama... Obama... Wat denk je van de Podesta's, John Podesta en zijn broertje? Weet je, waar zijn die? De topspelers in Pedogate. Ongelooflijke, walgelijke kindermartelaars, verkrachters, killers. Ja. Waar zijn ze? Ik heb al heel lang niks meer van ze gehoord. Nee. Hetzelfde met die pizza-restaurant-eigenaar. Comey. James Elefantis. Dat laat ik ook zien in mijn eerste docu. James Elefantis is een Rothschild. Een Rothschild. Ja. Vol bloed. Hetzelfde. Want hij was de eigenaar van Comet Pizza. De gemeende plek waar een hoop onheil gebeurde. Ja. En hij werd al genoemd dat hij een van de 50 machtigste mensen was. Klopt. Van Washington D.C. En dan denk ik van, dan moet je wel een verdomd goede pizza maken. En ik kan ook een hele goede pizza maken, maar het maakt mij nog niet de machtigste man van Vinkeveen. Zeker niet. Nee, dus dat is toch apart. Exact. En dan laat ik in die docu heel duidelijk zien dat er iets niet klopt. En dan ga ik aan de hand van de
Ik ben natuurlijk een onderzoeker, dus ik pak die stambomen erbij. En dan denk ik, oh kijk, nou, wat zullen we nou krijgen? Maar hoe, het is gewoon een Rothschild. Hoe onderzoek je wat iemands stamboom is? Hoe ben je erachter gekomen dat die man een Rothschild was? Stambomen kun je gewoon opzoeken. Kun je opvragen, er zijn websites voor, je moet ervoor betalen. Er zijn heel veel... Vroeger ging je naar het gemeentehuis. Ja. En ik weet nog dat mijn grootvader dat deed voor de Osbart-familie, weet je wel. Speuren. Helemaal, ja, superleuk. En genealogie heet dat dan. En tegenwoordig kan dat allemaal via internet. En dan heb je betaalde sites. En dan kun je kijken tot hoe ver kun je iemand terugvoeren. Ja. En hetzelfde ontdekten we met, hoe heet die? Bill Gates, oh god. Ik kan de naam amper nog uitspreken. Ja. Het is een Rockefeller. Het is gewoon een Rockefeller. Een Rockefeller-tellig noem ik hem in mijn DVD. En wat is dan de link tussen de ouders van Bill Gates en Planned Parenthood? Planned Parenthood, ja, ja, ja. Die zaten in het board of directors. Dus die waren erbij betrokken vanaf het begin? Vanaf het begin. En Planned Parenthood, abortusklinieken. Ja. En als je het hebt over wat is nou de grootste killer in bijvoorbeeld de achterstandswijken, dan is het het gemak waarmee mensen abortussen. Klopt. Het gemak waarmee mensen abortussen kunnen krijgen. Een vrouw moet altijd een keuze hebben. Absoluut. Dat 100%, absoluut. Dat is niet de discussie. Nee. Maar wat het daar ook kon, is dat heel veel meiden die te jong waren, misschien wel slachtoffers van sex traffickers, ja, die konden daar ook allemaal abortussen laten plegen. Klopt. En vervolgens als die geaborteerde foetus eigenlijk gewoon de levende baby is, ook nog eens gewoon handel. Ja. Dat is gewoon heel hard geld waard. Ja, klopt. Dan laten we in de sequel, het vervolgopval van de kabal ook zien. Dat we hebben heel veel nurses, verpleegsters, vrouwen die daar werkten, verplegend personeel, die de abortussen uitvoeren en die ook gewoon op camera hebben toegegeven. We weten exact hoe we een foetus, een baby kunnen draaien. Want in een heleboel Amerikaanse staten kun je dus een full-term abortion doen. Hè? Tot op het moment van geboorte kun je het gewoon laten aborteren. Ja, volgens mij is dat gewoon moord. Sorry hoor, maar weet je, dat draaien ze op een bepaalde manier, zodat de organen intact blijven als ze het eruit halen. En die organen worden gewoon levend uitgeharvest, uitgehaald, terwijl het hartje klopt. En dan zit Sandra Bullock dus later op tv te vertellen dat ze zo'n fantastische rimpelcreme heeft. Exact, ja. Ja, precies. Weet je, en het is een handel en het is zoiets walgelijks. Ja. Maar dan zeg ik ook, vrouwen trappen niet in. Koop ook niet die vieze crème van Sandra Bullock. Nee, natuurlijk niet. En neem je rimpels zoals ze zijn, want we houden van je. Het maakt niet uit, rimpeltje erbij, wees rimpeltje eraf. Wees in godsnaam gewoon echt. Wees authentiek. Ja. Wees wie je bent. Maar we zijn zo gehersenspoeld door, voornamelijk natuurlijk door Hollywood. En Hollywood op zich is de den, is het nest van de pedofilie. Kijk, nest van. Als je nu kijkt naar Kanye West en Kim Kardashian. Ja. Kim Kardashian is bekend geworden doordat de moeder de seksvideo verkocht heeft. Dat is je claim to fame. Dat is waarom iedereen je kent, is omdat je in je blote kut zat te neuken. Ja. En dat is oké, maar daar moet je geen camera op zetten. En als er dan een filmpje van is en het gaat er rond en dan gaat je moeder er geld mee verdienen. Ja, is toch wat, hè? Dat is al heel wat. Ja. En ga kijken naar die... Ik weet niet of je de Kardashians in de gaten houdt, maar alle mannen die bij hun in de buurt komen, die worden knettergek. Er was een basketballer, Lamar Odom, die is nu een crackverslaafde. Oh, ja? Bruce Jenner, die is nu een vrouw geworden. Kanye West is natuurlijk ook niet echt de beste versie van zichzelf, qua gezondheid. Klopt. En, maar als je dan zo iemand als Kim, die dan een soort... Die vrouw zat inmiddels 10 jaar elke dag op televisie, maar die heeft ook 10 jaar lang 10 mensen achter haar aanrennen om haar altijd mooi te houden. De beste kleren, de beste make-up. Totaal absurd. Los van dat het totaal absurd is, het creëert een beeld van vrouwen. Ja. Het is niet bij te houden. Je gaat het nooit winnen van iemand met 1 miljard en 10 mensen styling en make-up. Nee, dat ga je nooit winnen. Nee. Want het is alsof je zeg maar in je eentje tegen Real Madrid gaat spelen. Je redt het niet, hoe goed je ook bent. Klopt. Want je bent outnumbered. Maar het punt is, in Hollywood hebben ze een subcultuur gecreëerd die ongelooflijk veel invloed heeft op de jongeren van vandaag de dag. Vooral de jongeren. En als zij zeggen, zo moet je je kleden, zo moet je je lippen laten opspuiten, zo moet je je gedragen, zo moet je... Weet je, dit, net zoals al die jongelui die nu gewoon alsmaar die selfies nemen en met die Donald Duck lippen en vooral niet mogen lachen. Dan denk ik, wat de fuck, van welke planeet komen jullie? Zo even normaal doen, gewoon echt zijn. Ja. Nee, want dat is niet cool. En dat is heel specifiek ingezet, hè? Vergis je niet. We moeten dan ook echt opnieuw gaan definiëren wat wel cool is. Ja, dat klopt. Snap je? Ja, ik weet het wel. Is het wel tijd voor? Cool is gewoon dat je echt bent. Ja. Dat je authentiek bent. Dat je gewoon durft te zeggen, hier sta ik voor. En je mag het me afschieten.
Ja, maar dat is ook, als ik ga kijken naar wat voor mensen ik het tofste vind. Het zijn hele uiteenlopende mensen. Maar het zijn altijd mensen die doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Ja, walk your talk. Ja. En als iemand, zeg maar, consequent altijd de dorpsgek is, dan vind ik dat ook tof. Want dat moet je ook maar doen. Ja. Moet je ook maar lukken. Elke dag, weet je wel. Elke dag die gekke flapschoenen aan. Elke dag die puntneus op, weet je wel. Ja. Vind ik ook een ding. En ik hou van echte mensen. En als mensen niet echt zijn, voel ik direct, ik heb daar antennes voor. Okay, dus denk ik, lammer. En als we het hebben over echte mensen in Hollywood, dan is het eerste waar ik aan denk Mel Gibson. Dat is misschien wel de enige. Die jaren geleden voor gek werd uitgeklaard toen hij in een interview zei, nou, Hollywood is gebouwd op het bloed van kinderen. Van onschuldige kinderen. Ja. Hij schijnt wel echt een narcist te zijn en helemaal niet een makkelijke man om mee te leven, denk ik. Maar dat hoeft ook niet. Luister, moet je eens met Danielle en mijn dochter gaan bellen, want weet je wat ze over mij zeggen? Ik ben dat ik een feest ben. Ik ben leuk in de podcast, maar thuis ben ik een draak, hoor. Nee, maar iedereen heeft zo zijn dingetjes natuurlijk. Geweldig. Ja, heerlijk. Weet je, maar hij is wel een van de weinigen die de ballen had om te zeggen, en dit gebeurt er in Hollywood. Ja. En het is verschrikkelijk. Ja. Nou, toen werd hij eruit gedonderd. Hard. En jarenlang zag je geen goede foto meer van hem. Was alleen maar dronken. En maar goed, als je van ons zegt 6 slechte foto's maakt en je blijft die 4 jaar lang voeren, dan denkt toch ook iedereen dat we 2 idioten zijn. Ja, dat klopt. Maar dat is ook de kracht van de media is ontzettend groot. Ja. En als je eenmaal weet hoe die werkt, en wij hebben er lang genoeg in rondgelopen, we kunnen er een beetje doorheen kijken, we hebben een wat dikkere huid gecreëerd. Ja. Maar als dat niet het geval is, dan het is een heftig duivels apparaat kan het zijn. Klopt. En het vervelende is van de kracht van de media, is dat je natuurlijk, de media is fantastisch. Ja. Als je iemand kwijt bent, dan kunnen we in principe iemand snel vinden als we de media daar goed voor inzetten. Ik heb ook wel eens de discussie gehad, wat voor tv-programma wil je dan maken? Ik wil altijd mensen iets bijbrengen, snap je? Ja. Er is helemaal geen plek voor op televisie. Nee, daar kan je 100 keer hetzelfde gesprek over voeren. Het gaat niet worden. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik heb altijd gezegd, als ik ooit de jackpot win, dan koop ik de pers op. Net zoals Berlusconi. Mijn inspiratie was Berlusconi. Superfout man. Je bent niet de enige van wie Berlusconi een groot voorbeeld is. Er zijn meer mensen hier in deze ruimte van wie Berlusconi een groot voorbeeld is. Ja, ja. Ik dacht, die man is echt geweldig maffia. Ja. Mafioso. Echt, daar kan ik nog veel van leren. En die zegt gewoon, koop de media. Koop alle tv-stations. Dat heb hij ook gedaan. En de wereld ligt aan je voeten. Ik dacht, dit is briljant. Ja. Weet je, dit is briljant. En het is zo. Ja. Het is gewoon zo. Dus je kunt ontzettend, ook de media. Weet je, net zoals die 5G-masten, ook de media is een tool. Ja. Geld is een tool. Ja. Heel veel New Age mensen zeggen, oh, geld is vies. En dan denk ik, nou, stort het maar op mijn rekening. Ik kan er leuke dingen mee doen. Ja. Geld, er is niks mis met geld. Nee. Maar zet dat goed in, joh. Ja. Ja, en, nou ja, goed, er is niks mis met geld. Als je niet je ziel aan de duivel hoeft te verkopen om het te pakken, om het te krijgen, om het te verdienen. Ja, klopt. Want dat is het. Ik bedoel, ik ken genoeg mensen die heel veel geld verdienen. Maar ik vraag me af of ze veel nachtrust kennen. Hmm. Dus ik slaap altijd als een baby. Elke dag heb ik, want zeg maar, als je wakker wordt van een hard geluid, dat is vervelend. Maar wat echt vervelend is als je wakker wordt van een knagend geweten. Lijkt me vreselijk. Ja. En daar heb ik godzijdank geen last van. Nee. Ik zeg altijd, als ik morgen dood ga, is mooi geweest. Dan heb ik echt heb ik het alles gegeven. Weet je, ik heb meer gedaan in dit leven dan de meeste mensen in 3 incarnaties. Ik heb het alles gegeven. Ik heb geprobeerd om iets toe te voegen aan de val van de kabal en de liberation, de bevrijding van het volk. Mm-hmm. Ik heb geprobeerd wat ik kan om kinderen te redden, om iets daarin te helpen, om mensen er bewust van te maken dat ze echt worden gemaakt, gefokt, om misbruikt en verhandeld en vermoord te worden voor hun bloed. En meer kan ik niet doen. Nee. Als ik nu word gedood. You did it, je hebt het gedaan en je doet het nog steeds. Je bent nog steeds aan elkaar bezig met het tweede deel. Ja. Dus, en daar gaat het om. Dat je op een gegeven moment kunt zeggen, met een gerust geweten, I did it. Ja. En het was goed zo. Maar laat het ook een les zijn voor iedereen die kijkt. Je kan alleen maar, zeg maar, tot je volle potentie komen als je doet waarvoor je zelf voelt, waarvoor je gemaakt bent. En het heeft voor ons ook een tijdje geduurd voordat we erachter kwamen van wat is het nou precies wat we moeten doen. Ja, dat klopt. Ja. Ik met die graancirkels, ik zou je vertellen, Frans, 25 jaar. Kun je voorstellen, ik ben echt een tweeling, hè?
echt Mercurius, gewoon van hot naar her, vlinderen. 25 jaar graansikkels. Dus de enige constante was dat in mijn leven. Elke zomer naar Engeland. Elke zomer. Ik ken elke fucking graspriet. En elke kroeg, hoor. Ze kent ook elke kroeg. Ja. Weet je, en op een gegeven moment dacht ik... Ik wil de volgende stap. Ik ben klaar voor de volgende stap. Ja. Give me more. Geef me de volgende stap. En ik kwam maar niet. Toen op een gegeven moment kreeg ik mijn eigen graancirkelcentrum in Deventer. Dat was supercool. 2 jaar gedaan. Toen dacht ik, ja, maar dit is het niet. Ik wil de volgende stap. En ik kon maar niet de vinger erop leggen wat het was. Ja. Maar ik wist, van er zit iets aan te komen. Dat voel je dan, hè? Ja. En wat is het? Ik ben hier niet alleen maar voor die graancirkels. Ook al heb ik mijn hart en mijn ziel gegeven 25 jaar lang. Mm. Give me the next step. Bang, daar kwam het Q-fenomeen. En toen had ik nog niet eens door dat de graancirkels daar zo'n grote rol in spelen. En nu valt alles op zijn plek. En dan denk ik, ja, verdomd. Ik ben gewoon echt al die jaren klaargestoomd hiervoor. Ja. Dat is mooi, hè? Ja, lachen. Lachen, ja, ik heb nu, zeg maar, ik soort vanzelfde dat als je helemaal... Ik moest ook in een bepaalde situatie komen. Ik moest volwassen genoeg worden. Ik moest mijn leven op orde maken. Ja. Ik moest gezond worden. Ik moest zorgen dat thuis alles gefixt werd. En toen kon ik ook weer, toen ik helder was... en de juiste mensen om me heen had verzameld. En ook, zeg maar... ik moest ook mensen om me heen hebben die me niet tegenhielden. Ja, want als je een Hilversum manager hebt... Die zal met 9 van de 10 dingen die ik roep zeggen... Frans, dat is niet slim. Ja, maar daarom roep ik het ook niet. Het is niet omdat het slim is om te doen. Het is omdat ik voel dat ik dit nu moet gaan doen. Ja, maar Frans, dat is geen radioplaat. Ja, maar daarvoor heb ik nooit platen gemaakt. Ik heb platen gemaakt die toevallig het af en toe goed doen op de radio. En baas B weet heel goed hoe je een radioplaat moet maken. Maar als Lange Frans een plaat gaat maken... Ja. Dan is de kern en de boodschap is het centrale. Ja, klopt. En klopt. Ja. En toch, weet je, uiteindelijk zijn wij degene die blijven staan. Mm. Dat geloof ik echt. Uiteindelijk gaat het allemaal als loszand. Maar en staan wij nog steeds. Als we kijken naar onze situatie hier in Nederland. Want, hè, we hebben het over Joris Demmink. Maar er zijn natuurlijk Mark veel... Mark Rutte. Geert Wilders. Ja. Nou, Koningshuis. Oh my god. Maar dat betekent wel dat we hulp nodig hebben. Dat realiseer ik me ten dele. Vandaar ook mijn mail naar Trump van... Don't forget us, please. Ja. Want en dat is het is natuurlijk niet alleen, hè? Hij heeft een team. Het Q is een team. Het Q-fenomeen is een team van mensen. En voor een deel is dat de top van de militaire... noem het maar gewoon even de militaire top van de wereld. Ja, en de militaire inlichtingen. Dit zijn de mensen die weten waar alle lijken begraven liggen. Exact. En dit zijn de mensen die, ondanks dat ze weten waar de lijken liggen... dat ze nog wel, zeg maar, zo in het reinen met zichzelf zijn... dat ze gewoon hun ziel hebben weten te behouden. Exact. Ja. En, het is ze konden het niet meer aanzien. Zij wilden niet meer onderdeel zijn van... Exact. Ja. Ja. Dus het Q-fenomeen, die groep, is... En dat hebben ze ook ooit gezegd in een Q-post. Van we laten het niet alleen maar bij Amerika. We pakken ook... Ze hebben op een gegeven moment gezegd... Dat staat ook in mijn docu. Korea first, Iran next, Israel last. Hè? Save the best for last. For reasons we cannot mention. En dan die pedoring in Berlijn, die 30.000 man... Maar dat moet dan toch daarmee verband houden? Absoluut. Absoluut. Er zijn enorme troepen nu. Internationaal, military. Echt de best getrainde commando's. Want het Zwarte Woud in het nieuws kwam. Dat ze die Rambo aan het zoeken waren. Exact. Maar dat is natuurlijk... Dat is een smokescreen. Precies. Wat werkelijk. Want er waren heel veel auto's. Juist. En heel veel busjes forensisch. Maar dan gaan we daar naartoe. Het Zwarte Woud is een stuk bos van de Rothschilds. Juist. En een bos in Oostenrijk, toch? Is het? Ja. Dit is grappig dat je het noemt. Of Duitsland. Dit is Zuid-Duitsland. Ja. Dit is de kern waar de kabal is opgericht. Ah. Dit is Beieren. Dit is het zuiden. Het zuiden van... zeg maar waar ook de nazi's uit voortkwamen. Wat ook geen toeval is, by the way. Maar in dat bos, in dat woud, daar werd ze ook gejaagd op kinderen. Daar werd gejaagd op kinderen. Net zoals in heel veel bossen die eigendom waren van Belgische koningshuis, Engelse koningshuis, Nederlandse koningshuis. De Ronde Huis in Nederland gaan ook al jarenlang de meest verschrikkelijke verhalen over de Ronde. En dat is gewoon waar. Ik heb mensen ontmoet
Ja, maar hoeveel getuigen heb je één op één gesproken, zodat jij dacht van luister, ik heb zoveel mensen in tranen bij mij gehad. Ja. En die zijn niet voor fame en fortune zitten ze hier. Hoeveel? Ik heb er meerdere gehad, waarvan twee heel veel indruk op mij hebben gemaakt. Waarom? Niet zozeer omdat zij... want natuurlijk wat het meeste je raakt, mij raakt, dat zijn de slachtoffers die het hebben overleefd. Ja. Dat zijn verhalen, daar lig je echt van wakker. Maar denk eens aan de duizenden, de honderdduizenden die het niet gered hebben. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar ik heb twee mensen bij mij gehad. Naar aanleiding van, die kwamen uit het publiek van mijn lezingen. En die kwamen naar me toe. En een daarvan die zei... mijn opa werkte bij het Ronde Huis. Als conciërge. Wauw. En die man was zwaar getraumatiseerd. Zwaar getraumatiseerd. En die wou nooit ergens over praten. Was totaal gedissocieerd door zijn trauma. En uiteindelijk, toen hij op zijn sterfbed, heeft hij het een en ander verteld. En hij zegt, alles wat je hoort over de misbruik en het vermoorden van kinderen, daar, is waar. En nog vele malen erger. Hij zegt, dus dit is de conciërge, de man die verantwoordelijk was voor het bijhouden van het terrein. Precies. De man die de sleutels had van alle kelders. Hij zegt, het is 100% waar. Het is absoluut waar. En hij zegt, iedereen wist het. Iedereen in het dorp wist het. Maar niemand sprak erover. Ja, maar dat is hetzelfde met het eiland van Epstein. Ja. De hele lokale bevolking, die hebben dat vliegtuig zo genoemd. Die wisten dat die meiden kwamen doen. Maar ze vragen er ook allemaal van. Ja. Deze man die zei, iedereen in het dorp wist het. Maar als je erover sprak, dan werd je vermoord. Jezus. Iedereen zweeg. Wow. En er was nog een vrouw die kwam, was een andere keer, anderhalf jaar geleden, in een lezing, toen kwam naar mij toe en die zei, haar oom was het, geloof ik, vader, de broer van haar vader, die was de kapitein van het schip, de groene draak. Oh. Juist. En die zei, twee keer per jaar gingen zij naar Italië. Het was dus het schip van de koninklijke familie. Ja. Ging die koninklijke familie naar Italië, kwamen ze samen met andere koninklijke families. En dan kregen ze een drankje om jong te blijven. Oh. En toen zei zij, Jezus, je hebt het toch niet over adrenochroom, bloed van baby's? En toen was hij helemaal in shock, want dat had hij niet verwacht. Hij zei, hoe weet jij dat? En ze zei, nou ja, daar heb ik over gelezen, over gehoord. Ja. Is het waar? En toen zei hij, ja, het is waar. Het is echt waar. En die man leeft nu niet meer. Was ook op mensen gaan pas praten op een sterfbed als je dit hebt meegemaakt. En dat snap ik. Het is too much. Het is te erg. En ik snap ook dat je dan nog iets wil zeggen om met een geruste hart de overstap te kunnen maken naar de dood. Want als je met dat geheim sterft, dan ga je nog eventjes door een extra achtbaantje heen. Hoor. Ja, het is waanzinnig. Dus dat heb ik nu van twee mensen. First-hand information, weet je? Jezus Christus. Ja. En ik zeg ook, geloof me mensen, als je het niet wil kijken, moet je het niet doen. Maar Toos Nieuwenhuis, als je haar hoort praten over wat er in haar jeugd allemaal gebeurd is. Ook daar. Ja. En als je deze vrouw ziet praten op YouTube, dan weet je, dit is niet iemand die zegt, hey, like en abonneer, subscribe. Dat is niet het ding. Nee, Annemarie van Blijenburg. Weet je, er zijn een hele riedel. Ga eens kijken. Ik zeg ook in mijn werk, Google deze namen. Maar wat hebben die mensen met elkaar gemeen? Als je hun zeg maar allemaal bekijkt ze zijn consequent in hun verhalen. Ja, absoluut. En als iemand iets verzint en je gaat het diegene 3-4 keer laten vertellen. Ja, ga maar aan je kerel vragen. Ja, waar was je nou precies dinsdagavond? Ja. En hij heeft er al één keer over gelogen. Dan krijg je weer een andere leugen. Absoluut. Hun verhalen zijn consistent. Ze zijn, elke psycholoog zal zeggen van dit is authentiek, dit is echt. Deze mensen zijn authentiek getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt. Er zijn ook heel veel mensen. Ze hebben ook die littekens, weet je, die zijn totaal gewoon voor een deel, of zijn ze totaal kapot gesneden. Ze hebben alle littekens. Dan kun je, self-inflicted, nee. Nee, maar op de rug en alles, nee. Vind je het niet eng om over het Koningshuis te praten? Ja, nee. Ik ga net zo lang door dat het allemaal vallen, I don't care. Nee. Ja, dat is wel mijn gevoel ook. Nee. Maar als ik jou dan het zo hoor zeggen, dan is het zo dapper ben ik dan toch. Ja. Ja, maar lieve schat, jij hebt twee kinderen. Wel los daarvan. Dat zou er niks mee te maken moeten hebben. Het kan niet zo zijn dat mensen als ik zeggen, laat je net het maar doen, die hebt toch geen kinderen. Snap je? Dat kan niet.
Dat gaat niet. Maar ik begrijp dat jij er stelliger over bent, omdat je natuurlijk die mensen hebt gesproken. Jij kan niks anders dan in het diepste van je ziel voelen van dat dit op deze manier echt zo gebeurd is. Ja. En dat die mensen niet liegen. Nee. Want, weet je, het ergste, stel je voor, je bent een kind die dit is overkomen. Je hebt het overleefd, de nauwe nood. Ja. Je kent de verhalen. Ja. Je bent totaal getraumatiseerd. Dan eindelijk heb je de kracht om het te vertellen. Ja. Om het te vertellen. En dan gelooft niemand je. Ja. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Nou, ik zou vertellen, dit is precies wat er met Danielle gebeurd is vroeger. Die heeft iets dergelijks meegemaakt. En die werd niet geloofd toen ze het vertelde. Oh, wow. En dat is tot de dag van vandaag iets. Dat is iets in haar, wat weet je, dat triggert meteen. Ja. Als iemand zegt, nee, je liegt. Ja. Nee hoor, nee. Ik lieg niet. Je bedenkt het voor aandacht, voor dit, voor dat. Nee. En als die mensen dan te horen krijgen dat ze inderdaad dat ze zitten te liegen, terwijl ze niet zitten te liegen, dan dat is heel erg. Dat heb ik ook van slachtoffers die zeiden, het ergste van alles is als je later niet wordt geloofd. Dat je eindelijk de kracht hebt om het te vertellen, om het te delen. En dan zeggen ze, je bent een psychiatrisch patiënt, je hebt het bedacht, je hebt het... Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Ja. En ik breng een verhaal naar buiten. Ik ga niet zeggen van het is waar of het is niet waar. Ik zeg wel van ik vind... Dat dit verhaal in ieder geval gehoord moet worden. En dat hun verhaal is consistent. Ja. Ik heb een eindeloos uren interview. Ik heb politierapporten gelezen over die broertje en zusje in Engeland. Ik heb god, weet je, dat ze uiteindelijk na heel veel bedreiging nog weer een keer daarin bij die politie zitten zo van, nee, ik heb het allemaal bedacht. Wat is dan gebeurd, weet je? Het is echt verschrikkelijk. Die kinderen zijn spoorloos. Ja. Ze zijn spoorloos, zijn weggehaald, die zijn ontvoerd en die zijn weg. Leven ze nog? I don't know. Het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. En ik ga net zo lang door, alleen al voor de kinderen, dat ze allemaal zijn gevallen. En als ze mij om zeep willen helpen, fine. I don't care. Ja, maar... Dat is beter zo. Kijk, dat dan als dat je als een er zoiets zou gebeuren, dan komt er zoveel aandacht op je werk. Jezus, ja, dan denk ik, maak van mij maar een martelaar. Prima. Ja. Dan ga ik van 500 miljoen naar 50 miljoen, ga ik naar 500 miljard. Do it. Ja. Maar dat is, ik vind het heel mooi dat je op deze manier in de wedstrijd staat. Je bent een echte verzetsheld. Ik bedoel, echter dan dit worden ze niet. Als je bereid bent om jezelf op te offeren voor het grotere goed... Dan dat vind ik heel mooi. Maar waarom zijn we hier anders? Weet je, waarom zijn we hier? Een beetje. Ik kijk om me heen, ik zie mensen die zijn alleen maar bezig met. Hun telefoon. Hun telefoon. Die gaan hun werk en die betalen hun hypotheek af, weet je. En aan het eind van hun liggen ze op een sterfbed. Ah, wat heb je aan de wereld gegeven? Wat heb je gedaan om to make it a better place? Ja. Dat wil ik niet. Ik wil kunnen zeggen, ik heb. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik wil vechten voor die kinderen. Die kinderen kunnen niet vechten. Klopt. Die hebben een stem nodig. Ja. Laat ik dan een stem zijn. Iemand zei het heel mooi. George Floyd overlijdt. Black Lives Matter. Mensen de straat op. Ja. Hoe kan het zijn dat we ontdekken dat er een fucking pedofiele eiland is. Waar alle elite van de wereld zijn gaan feesten en kleine kinderen hebben verkracht. En daar is geen één demonstratie voor geweest. Ja. Dat is dus onze demonstratie. Exact. Dit is waarom wij doen wat wij doen. Omdat er niet 15.000 mensen op de Dam staan voor vermiste kinderen. Exact. Ik heb, omdat de meeste mensen het ook niet weten. Nee, ze willen het niet weten. Ze kunnen het niet handelen. Dat is cognitieve dissonantie en dat snap ik. Ik snap het echt. Ik heb er ook jarenlang niet aan gewild. Het is too much, het is te erg. Toen de eerste Joden uit de concentratiekampen wisten te ontsnappen... En terugkwamen te vertellen, geloofde niemand geloofde ze. Ja. Dat is toch het ergste wat er is? Ja. Dat is toch het ergste wat er is? En later zei je, oh, je had wel gelijk. En nu zie ik alleen maar... Ik zie alleen maar... History repeats itself. Ja. Ik zie hier de BOA's. En denk ik, dat zijn NSB'ers. Ja. En dan zegt dat schatje wat hier werkt, die zegt... Ja, het is een hele aardige, Denk ik, het zijn NSB'ers, spreek ze erop aan. Ja. Kun jij slapen als jij je medeburgers verraadt? Heb je wel überhaupt nagedacht of waar je... Nou, dan valt het niet meer goed. Wat doet de gemeente Zwolle? Die zet kinderen in. Heb je gezien op Nee. Kinderpolitie. En die gaan dan, gemeente Zwolle, de mensen in de binnenstad aanspreken op de anderhalve meter regel. For fuck's sake. Ja, luister.
Als een kind mij aanspreekt... Nee, dat ga ik niet zeggen. ik wou het zeggen, ik ga het niet zeggen. Maar ik vind het iedereen, laat ik het zo zeggen. Iedereen die mij aanspreekt op 1,5 meter... Ja. krijgt een schop van zijn reet. Dat is gewoon... Dan, iedereen, aan een keer. Oh. Oh my god, de wereld is gek geworden. En ja... Wat moeten we ermee? Nou, doorgaan. De wereld is gek geworden. Maar jij bent hier, ik ben hier. We hebben een prachtig gesprek gehad. Ja. Je hebt iets fenomenaals gemaakt voor ons. En je bent nog veel meer aan het maken. Ja. Daarvoor wil ik nogmaals, ook namens alle mensen op YouTube... namens de hele wereld wil ik jou bedanken voor wat je doet. En aangezien niet heel veel mensen tegen je gezegd hebben... bij deze, dank je wel voor Valkenbal. Ontzettend bedankt dat je bezig bent met deel 2. Bedankt voor dit gesprek. Ik vond het heel leuk, hier in de kelder van jouw stamkroeg. mensen, dit was Lange Frans samen met Jeanette Ossebaard, maakster, regisseuse en schrijver van Valkenbal. Volg haar op haar kanaal, ook op BitChute. Ja. En we zetten alle linkjes hier in de video. Abonneer, zet je notificaties aan en ik weet waar ik je zie. Duimpje omhoog, je bent hier bij Lange Frans, de podcast. Wie de fuck is Bill Gates en wat moet hij van me? Laat hem zijn vaccin in zijn eigen moeder rammen.